Hendrikje Stoffels, mogen we wat vragen? Ja, hallo, wie zijn jullie? Wij zijn van de Gouden Luis in de Pels. Was het leuk, het interview? Ja, heerlijk, tuurlijk joh. We lekker kletsen met Dorien en Saskia. Hendrikje, jij bent de ex van Rembrandt, toch? Ja. Is het waar dat je in het jaar 1654 moest verschijnen voor de kerkenraad? De kerkenraad? Ja, voor de kerkenraad. Wat is dat? Daar weet ik helemaal niks meer van. Nou, de kerk had gehoord dat je zwanger was van Rembrandt, maar je was niet getrouwd. Oh ja? Ja, dus je leefde in zonde, toch? Oh. En je werd aangeklaagd voor hoererij. Oh. Hoererij, klopt dat? Maar waarom trouwde Rembrandt dan niet met je? Dat moet je aan Rembrandt vragen. Ik wil nu heel graag naar huis. Is het omdat hij anders de erfenis zou mislopen? De erfenis van Saskia? Nou ja, zeg, wat is dit nou voor kruisverhoor? Hey, waarom loop je nou ik weg? Ik wil nu heel graag terug naar mijn eigen eeuw. Dankjewel. Hendrikje. Dag, brutale vlegels. Is het waar van die hoererij? Aangeklaagd voor hoererij? Hendrikje Stoffels?